Dit is ongekend. Wij hadden niet verwacht dat er zoveel zilver zou worden ingeleverd. Want maar liefst 65 inwoners leverden zilver in om een bijdrage te leveren aan de ambtsketen van de gemeente Altena. Er werd van alles ingeleverd. Lepeltjes, munten, kannetjes, spaanpotten, van alles en nog wat. Daarnaast werd er een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van de ambtsketen. 5 kunstenaars uit de gemeente hebben de kans gehad. Ja, en er kan er maar 1 de winnaar zijn. En dat winnende ontwerp is van Mariette van der Ven, die samen met edelsmid Chantal Smits de ambtsketen gaat realiseren. Ik ben heel erg trots. Ja, ik vind het een zeer eervolle opdracht. Een ontwerp waar de 21 kernen in terugkomen, de eigenschappen van de inwoners en de kenmerken van het gebied. Mensen zijn hier bijvoorbeeld ten opzichte van het katholieke zuiden zijn ze hier protestant. We zitten hier op kleigrond en niet op zand. We zijn door water omgeven. Mensen zijn wel trots op hun afkomst. We zijn eigenlijk sociaal en geografisch een soort eilandbewoners. En we gaan nu van 3 gemeentes naar 1. Dat wilde ik er ook in laten zien. En uiteindelijk is het een gebied van 21 kernen. Het samengaan van de 3 voormalige gemeentes, die zie je hierin terug. En als je hier dit 3 keer 7 doet, kom je ook aan die 21 kernen. Dit vind ik een eenvoudige, maar sterke vorm. En hierbij ben ik verder gaan denken. Als je die 3 cirkels samenvoegt, dan ontstaat er een soort van nieuwe kern. Die zie je hier. En dit vind ik een heel mooi uitgangspunt om een schakel van te maken. Je ziet ook hoe de mensen hier zijn. De mensen zijn hier met hun hoofd naar de hemel en met hun voeten in de klei. Dan krijg je een schakel die is opgebouwd uit zilver van vierkante draad met een verdiept schildje. Die schakels die moeten natuurlijk wel verbonden worden en daarmee komt het element water aan de orde. We worden omgeven, omsloten door water en die voortdurende beweging die zie je terug in die schakel die een soort loop vormt. Die houdt ook niet op, die blijft ook doorgaan. Hier zie je die 7 schakels terug. De penning met het nieuwe wapen en de loopschakel en bovenin nog een stukje wat ik even nog verder toe zal lichten. Het lijkt mij wel leuk als je, het kan best zijn dat hierna een keer een vrouwelijke burgemeester komt. En die vindt het misschien wel mooi om de achterkant als een collier te dragen. Niet achter op een pak, maar voor op de borst. Als we een vrouwelijke burgemeester krijgen, dan zou ze bijvoorbeeld vanaf de steunketting het achterste deel naar voren kunnen halen, waardoor het als een soort extra collier op de borst gedragen kan worden. Als je hier naar kijkt, dan heb je hier dit detail. Het wapen van Altena bestaat uit 3 kleuren. Een gouden drager, een zwart schild en 2 rode zalmen. En die heb ik hier ook in edelsteentjes, in 2 granaten, in 2 gouden druppels en 2 gezwarte zilveren druppels terug laten komen. Dus we zijn wel een sobere, maar wel een grote gemeente en die mag ook wel wat versiering hebben. Toen ik het ontwerp zag, werd ik steeds enthousiaster en ja, ik zie voor me dat dadelijk onder mijn handen vandaan gaat komen. Wij gaan alles bij elkaar mengen. Bij de Waarborg in Gouda wordt alles gesmolten, zodat er 1 nieuwe zilverlegering ontstaat, zodat alles dezelfde kleur kan zijn straks. 2 juli is de bedoeling dat de eerste raadsvergadering is waarin ik deze ambtsketen ga dragen met heel veel trots. En hij is niet van mij, hij is eigenlijk ook niet van de gemeente, want hij is van de inwoners. En hij is van ons allen. En dat is eigenlijk het mooie wat we ook wilden. De ambtsketen van de burgers en de burgemeester mag hem dragen.